Een goedenavond en welkom bij dit nieuwe webinar van FFP. Vanavond gaan wij het hebben over de claimcultuur bij cliënten van financieel planners. En vandaag hebben wij in de studio een expert, Robin van Been. Van harte welkom. Dankjewel. Jij bent van Polis Advocaten. En als advocaat eigenlijk gespecialiseerd in financiële dienstverlening en financiële producten. En vandaag ben je hier als op uitnodiging van NIBE SVV als expert op het gebied van claims. Ja. Van harte welkom. Misschien is het leuk om iets te vertellen over wat jij in het dagelijks leven doet. Ja, dat zal ik graag doen. Ik ben inderdaad, zoals je zei, partner bij Polis Advocaten. Dat is een kantoor dat gespecialiseerd is in dienstverlening aan financieel adviseurs. En wij proberen financieel adviseurs te helpen bij alle aspecten van hun bedrijfsvoering. Dus wij helpen ze met het opstellen van commerciële contracten, bij bedrijfsovernames, portefeuilleoverdrachten. Maar ook met advies over toezichtwetgeving, advies over zorgplicht, zoals we het vanavond over zullen gaan hebben. Wij staan ook klanten van financieel dienstverleners bij als zij een geschil hebben met een aanbieder van financiële producten. Dus eigenlijk in de hele breedte proberen we intermediairs te ondersteunen bij hun dagelijkse vak en te zorgen dat zij hun eigen klanten weer beter van dienst kunnen zijn. Dankjewel. We gaan het vandaag hebben over de claimcultuur. Claimcultuur zien we eigenlijk een beetje misschien overwaaien naar Nederland toe op het gebied van letselschade, op het gebied van medische missers bijvoorbeeld, maar het komt ook steeds vaker voor bij financieel planners. Ja, klopt. We komen natuurlijk uit een tijd dat op de financiële markten de bomen tot in de hemel groeiden, problemen niet zo snel aan het licht kwamen, maar ja, die gouden tijden die zijn voorbij. En dan zie je dat als bij klanten hun financiële producten de opbrengst tegenvalt. We hebben natuurlijk de Woekerpolis-affaire gehad. Ja, dan gaan mensen toch ineens kijken wie ze daarvoor kunnen aanspreken. Want we hebben in ons aansprakelijkheidsrecht wel als uitgangspunt ieder draagt zijn eigen schade. Maar als het even kan, vinden we het toch fijn om iemand anders te vinden om toch uiteindelijk voor die schade op te draaien. En ja, dan ga je in zo'n soort geval toch eens kijken naar degene die jou ooit dat financiële product geadviseerd heeft. Ja, dus eigenlijk ingegeven door de crisis zien we de claimcultuur... Ja, dat heeft er natuurlijk mede mee te maken. Ja. Okay. In tijden dat het goed gaat, dan komen de problemen niet zo snel aan het licht. Dank voor de intro. Het is vandaag weer een interactief webinar, dus mocht u tijdens het verhaal straks vragen hebben, kunt u te alle tijden stellen. Die komen binnen bij de redactie en die kan ik dan op een handig moment aan Robin stellen. En vanavond is ook de chat weer open, dus u kunt als vakgenoten ook onder elkaar chatten over dit onderwerp tijdens de uitzending. En Robin, ja, wij zijn heel benieuwd naar jouw verhaal. Ja, dankjewel. Wat ik vanavond wil doornemen met jullie... Is eerst maar eens even een schets van, ja, wat is zorgplicht nou eigenlijk? En wat zijn de kaders van zorgplicht? En als we dat in beeld hebben, om eens te kijken van, ja, waar ontstaan de problemen nou in de praktijk? Hè? Waarom gaat het nou wel eens mis? En ook vooral ook wat praktische tips geven voor de praktijk, van hoe voorkom je dat soort problemen nou? Eerst maar eens de vraag, ja, wat is zorgplicht nou eigenlijk? Eigenlijk één groot containerbegrip. Hè? Betekent niet veel meer of minder dan dat je op een goede manier moet waken voor de belangen van je klanten. Betekent dat je je klant goed moet adviseren, je moet hem informeren, je moet hem waarschuwen waar nodig. En je hebt eventueel ook nog wat verplichtingen tijdens de looptijd van een financieel product. Dus die verplichtingen vooraf, tijdens de looptijd, ja, dat noemen we samen allemaal de zorgplicht. Waar vind je dan de regels die gelden voor die zorgplicht? Nou, in de eerste plaats, natuurlijk een heel logische plaats, is gewoon het gezond verstand. Het gaat er uiteindelijk om dat je gewoon op een goede manier met je vak bezig moet zijn, op een goede manier voor je klanten moet zorgen. Maar omdat juist in het vak van de financieel adviseur de belangen zo ontzettend groot zijn, en het kan gaan om ingrijpende gebeurtenissen in het leven van een klant, en waarbij de schade als het mis kan gaan ook heel erg groot kan zijn, heeft de wetgever het toch nodig gevonden om wat nadere regels te stellen en nadere kaders te bepalen. En die kaders zijn ook verder in de rechtspraak uitgewerkt. Zorgplicht bestaat eigenlijk in twee varianten. Je hebt een publiekrechtelijke zorgplicht, die is neergelegd in de WFT en de BGFO. Die publiekrechtelijke zorgplicht, daar heb je natuurlijk dan alleen iets mee te maken als je met je dienstverlening valt onder de reikwijdte van de WFT. Dat is bij financiële planning niet altijd het geval. Als je gewoon algemeen advies geeft, niet aan een product gekoppeld, dan val je niet onder de sfeer van de WFT. Onder de WFT val je wanneer je advies geeft in de zin van de WFT. Dat wil zeggen dat je een specifiek product aanbeveelt aan een specifieke klant. Of dat je bemiddelt in de zin van de WFT. Dus dat je ook helpt bij het tot stand komen van dat product. Of wanneer je beleggingsadvies geeft aan klanten. Ook dan val je onder de sfeer van de WFT. En in die WFT zijn dan allemaal regels opgenomen over wat je moet doen voor het tot stand komen van het product. En tijdens de looptijd van het product. En daar kom ik zo meteen nog verder op terug.
En een verdere bron voor de zorgplicht is het civiele recht. Want op het moment dat er een klant bij u binnenloopt en die zegt, beste adviseur, wil mij maar even helpen met deze vraag, dan gaat u met die klant een overeenkomst van opdracht aan. De overeenkomst van opdracht is geregeld in boek 7 van het burgerlijk wetboek. En daar staat een hele overzichtelijke norm. Daar staat namelijk dat je je te gedragen hebt zoals een goed opdrachtnemer betaamt. Enorm open norm, dus daar kom je zo op het eerste gezicht niet heel veel verder mee. Maar natuurlijk is die norm uiteindelijk in de rechtspraak veel verder ingekleurd. De Hoge Raad heeft ooit in een standaardarrest bepaald dat de norm om te bepalen of er sprake is van een beroepsfout of niet, is dat je moet kijken of deze adviseur in kwestie gehandeld heeft zoals een redelijk handelend en redelijk bekwaam beroepsgenoot betaamt. Dat is dezelfde norm die ook geldt voor eigenlijk alle andere zelfstandige beroepsbeoefenaren. Bijvoorbeeld advocaten, accountants, notarissen, etc. Daar heeft de Hoge Raad ook allemaal zo'nzelfde aansprakelijkheidsmaatstaf voor neergelegd. Er zit meteen in die maatstaf iets geruststellends, want er wordt het woord gebruikt redelijk handelend. Dat betekent, en ik denk ook dat dat terecht is, dat er niet altijd op elk moment een topprestatie van u verlangd mag worden. Dat kan al helemaal niet. Hè. Waar gewerkt wordt, worden ook fouten gemaakt. Iedereen doet zijn best, maar soms is het best niet goed genoeg. Waar het om gaat, is dat je je gedragen moet hebben zoals een goed collega zich ook zou gedragen. Ja, en dan kan er een keer wat misgaan. Maar dus niet op elk moment altijd een topprestatie. Dus dat is denk ik wel goed om even in het achterhoofd te houden. Wat dan verder die redelijk handelend beroepsgenoot behoort te doen, ja, dat is zoals altijd in het burgerlijk recht afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Ook weer redelijk vaag en een open norm. Maar dus ook verder ingekleurd in de rechtspraak. Nou, daar komen we zo meteen nog wel op terug. Dan zal ik ook een paar voorbeelden aanhalen om even te schetsen waar die grenzen zoal liggen. Goed. Dan hebben we de kaders ongeveer behandeld. Hè. We weten dus dat er een civielrechtelijke zorgplicht is en een publiekrechtelijke zorgplicht. Nou, hebben we het vanavond over claims. Nou, claims ontstaan wanneer er een verschil is tussen de verwachting die de klant had van de dienstverlening die hij zou krijgen en het idee wat de adviseur zelf had bij de dienstverlening die hij geacht werd te leveren. Dat gebeurt vaak omdat er onduidelijkheid al ontstaat bij het aannemen van de opdracht van de klant. Want in deze branche zijn we gewend dat zo'n opdracht mondeling tot stand komt. Vooral op het gebied van financiële planning zie je vaker dat die opdrachten wel schriftelijk worden vastgelegd. Ook omdat er dan sprake is natuurlijk van een rechtstreekse fee die voor dat advies in rekening wordt gebracht. En dan wil je toch weten waar je voor moet betalen en wat je moet betalen. Dus daar is een schriftelijke vastlegging gebruikelijker. In de sfeer van productbemiddeling en producten die op basis van provisie gesloten worden, ja, daar is het eigenlijk nog steeds tot op de dag van vandaag ongebruikelijk dat je daar schriftelijk vastlegt wat je nou eigenlijk voor die klant gaat doen. En eigenlijk is dat natuurlijk gek. Want die klant heeft misschien bepaalde verwachtingen van de dienstverlening die bij u komt halen. En dat hoeft niet helemaal mee overeen te komen met hoe u dat zelf ziet. Iemand kan binnenkomen met een vraag dat hij wil dat u een bepaald product voor hem sluit. En u gaat dat product voor hem regelen. Maar blijkbaar had hij in zijn achterhoofd de verwachting dat u ook in een veel breder kader zijn financiële situatie in kaart zou brengen. En hem misschien nog zou wijzen op bepaalde risico's die hij loopt. En waarvoor hij beter een bepaalde oplossing zou kunnen kiezen. Als u niet goed en duidelijk hebt afgesproken met uw klant wat u precies voor hem gaat doen, ja, dan kan daar natuurlijk een probleem ontstaan. Goed, dan hebben we het dus helemaal over het allereerste begin, dat de klant bij u binnen was gekomen. Nou zit hij vervolgens bij u aan tafel. U hebt met hem afgesproken wat u voor hem gaat doen. En de vraag is, adviseer mij over een bepaald product. Die adviesfase is ontzettend belangrijk. En daarom zijn er ook verplichtingen die er in dat kader ook al in het BW zijn opgenomen. Goed opdrachtgever of een goed opdrachtnemer, een goede adviseur die hoort op een goede manier advies te geven. Maar er staan ook specifieke bepalingen in de WFT. Over welke verplichtingen je hebt op het moment dat je advies geeft. De belangrijkste, die staat in boek 4 van de WFT, dat is dat je je moet verdiepen in de kennis en ervaring en achtergrond van de klant. Dus je moet inzicht krijgen in zijn financiële situatie, zijn kennis en ervaring met financiële producten, ook zijn risicobereidheid. En je moet natuurlijk op de hoogte zijn van zijn wensen en doelstellingen. Je moet weten voor welk probleem die nou eigenlijk een oplossing zoekt. Als je dat allemaal in kaart hebt gebracht, dan pas kun je gaan nadenken over welk product daar dan eventueel bij zou horen.
Hoe ver die verplichting gaat om die gegevens van die klant in beeld te krijgen, is natuurlijk afhankelijk van het soort product waar het om gaat. Is het een simpele schadeverzekering, ja, dan heeft dat allemaal niet zoveel voeten in de aarde. Maar is het beleggingsadvies waarom gevraagd wordt, of andere financiële producten waarvan de waardeontwikkeling afhankelijk is bijvoorbeeld van de financiële markten, denk aan beleggingsverzekeringen, ja, dan geldt er natuurlijk een veel strengere eis om je te verdiepen in de achtergrond van de klant en in zijn wensen en zijn doelstellingen. De AFM heeft er ook een aantal leidraden over gepubliceerd. Ja, die geven enig houvast. De AFM doet dat om, zoals ze dat zelf noemt, guidance te geven aan de markt. Dus om wat richting te geven voor de vraag hoe je zo'n open norm moet inkleuren. Maar bedenk daarbij goed, zo'n richtlijn van de AFM is ook niet meer dan dat. Het ontslaat je niet van de plicht om je eigen gezond verstand te blijven gebruiken. Ik weet dat er ooit een zaak is geweest bij het Kifid, het klachteninstituut, van een financieel adviseur die voor een kredietverlening een klein beperkt krediet had volstaan met het inwinnen van beperkte informatie conform de aanbevelingen van de AFM in een richtlijn. Maar die kreeg bij de Kifid toch de kous op de kop. Waarom? Als je je verder in die zaak verdiepte, dan kwam je erachter dat het eigenlijk een soort loverboy situatie was, waarbij een meisje gedwongen werd om zo'n krediet aan te gaan. En waarbij als die adviseur even iets verder had gekeken, ja, die toch bij zichzelf te raden had moeten gaan en dan meer informatie had moeten inwinnen. Dus ja, zo'n richtlijn ontslaat je niet van de verplichting om zelfstandig te blijven nadenken. Als je dat advies hebt ingewonnen, dan moet je dus vervolgens zorgen dat er een advies tot stand komt voor een product dat past bij de wensen en doelstellingen van die klant. Je moet in die adviesfase ook zorgen dat je voldoende informatie verstrekt over het product zelf, over de werking van dat product, over eventueel de kosten die verbonden zijn aan dat product, over de fiscale behandeling van zo'n product, als dat belangrijk is voor de beslissing die de klant moet nemen om dat product wel of niet aan te schaffen. En je moet zo'n klant waarschuwen voor risico's die er aan dat product verbonden zijn. En ook daarvoor geldt natuurlijk, ja, hoe risicovoller het product is, hoe indringender zo'n waarschuwing zal moeten zijn. Nou, met name op dit punt, het inwinnen van informatie over de situatie van de klant en het geven van risico, van waarschuwingen als dat nodig is, ja, daar zie je het in de praktijk nog wel vaak fout gaan. Voorbeeld om dat te illustreren, uitspraak uit 2013, maar voor een advies van al wat langer geleden. Een vrouw van 50 heeft haar bloemenzaak verkocht. Ze heeft een stakingswinst van ruim 350.000 gulden. Maar ze is op het moment dat ze bij de adviseur komt arbeidsongeschikt, heeft geen inkomstenbronnen, haar zaakje heeft ze dus net verkocht. Dus dit bedrag is bedoeld om verder in haar inkomen te voorzien en ook in haar pensioen te voorzien, want verdere middelen voor haar pensionering heeft ze ook niet. Ze is gescheiden, ze heeft 3 kinderen te onderhouden. Ze komt bij de financieel adviseur. Die zegt, nou, wat mij nou een goed idee lijkt, is als u dit geld investeert in een beleggingspolis. Levensverzekering. Daar hebben we een paar smaken van. We hebben er eentje met garantierendement en we hebben eentje zonder garantie. Maar garantie is duur. Dus als u kijkt wat het aan het eind van de rit oplevert, uitgaande van 8% rendement, zoals we dan voor het gemak maar even doen, ja, dan ziet u dat aan het eind van de streep die verzekering zonder garantie aanzienlijk meer oplevert. En de adviseur schreef er nog bij. Dat is nogal een verschil, hè? Nou, mevrouw zegt, doet mij dan die levensverzekering maar zonder garantie. Maar ze ziet haar 3,5 ton guldens slinken tot uiteindelijk 9000 euro. En ze komt op dat moment aankloppen bij de adviseur. En zegt, ja, ik was mij helemaal niet bewust van de risico's die ik liep en ik had dit product helemaal niet willen sluiten. Nou, in die zaak is die adviseur uiteindelijk ook gewoon aansprakelijk gehouden. Die had zich onvoldoende gerealiseerd in wat voor situatie die mevrouw verkeerde. Had een advies gegeven waarvan ook een deskundige in die procedure had aangegeven dat dat in die situatie, gelet op het risicoprofiel van die beleggingen zonder garantie, een niet passend product was. Als je zo'n product desondanks wil adviseren, ja, dan zal je toch indringend moeten waarschuwen. En die adviseur zei, ja, maar ik heb er toch dat mailtje gestuurd van wat een verschil, hè? Maar ja, daarvan zegt de rechter, en ik denk terecht, ja, dat zie je meer als een soort aanbeveling om juist dat product zonder garantie te kiezen. Want die mededeling was er juist op gericht. Zie eens hoeveel meer geld je dan kunt hebben aan het eind van de rit. Dus daar ging het eigenlijk op alle mogelijke fronten mis. In een recenter geval zag je ook zo'n soort uitspraak. Een man verkoopt zijn huis, heeft een paar ton overwaarde, maar heeft ook dat geld nodig voor zijn pensioen. Hij heeft verder
niet of nauwelijks ervaring met beleggen. En hij krijgt van de adviseur het advies om dit allemaal in een obligatiefonds te stoppen. Net nieuw obligatiefonds, waar nog weinig over bekend is, behalve ronkende prospectussen, maar waar wel de nodige waarschuwingen in stonden. Moeilijk verhandelbare obligaties. Het zou een groot vastgoedbeleggingsfonds gaan worden, maar er zat eigenlijk nog geen vastgoed in, behalve één pand. En daar werd een skibaan in geëxploiteerd. En dat bleek ook uiteindelijk eigenlijk de enige echte inkomstenbron van dat fonds te zijn. De exploitatie uit het resultaat van die skibaan. Nou, je voelt het al aankomen. Dat wordt natuurlijk allemaal minder groot succes dan iedereen gedacht had. De man heeft schade en zegt tegen zijn adviseur, ik vind dat jij daarvoor moet opkomen. Nou, ook daar zie je waar ik vanavond over begon. Dat er al een meningsverschil ontstaat over wat eigenlijk de aard van de opdracht was van de adviseur. Want die adviseur zegt, ja, maar ik heb helemaal niet geadviseerd. Je vroeg voor mij alleen maar algemeen informatie over beleggingsfondsen. Die heb ik je gegeven en je hebt vervolgens zelfstandig bepaald waar jij je geld in wilde gaan beleggen. Maar ik heb niet geadviseerd. Nou, de rechter zegt daar, nou, dat vind ik een beetje te makkelijk gedacht, want beste adviseur, u heeft wel een mailtje gestuurd waarin stond, ik zou 2 ton in dat fonds stoppen. Nou, als je dat soort teksten uit je pen krijgt richting een klant, ja, dan is het niet zo gek dat de rechter zegt dat die klant dat mag opvatten wel degelijk als een gegeven advies. Maar als je zo'n advies geeft, ja, dan moet je je dus ook rekenschap geven van het feit wat voor product je eigenlijk adviseert. En in dit geval was er eigenlijk geen risicoprofiel gemaakt van dat fonds op zich. Er was ook geen goede inschatting gemaakt van de kennis, ervaring, risicobereidheid van de klant. En de doelstellingen van de klant. En uiteindelijk komt er dus ook een productadvies uit wat helemaal niet past bij die doelstellingen van die klant. Want het is veel te risicovol voor iemand die dat geld nodig heeft voor zijn beleggingen. En verder ook geen andere middelen heeft om eventuele tegenvallers op te vangen. Ja, in dat soort gevallen, ja, is natuurlijk vrij snel duidelijk dat zo'n adviseur dan aansprakelijk is. Daarmee is dus het belang geschetst van het inwinnen van informatie over de achtergrond van de klant. Maar dat inwinnen van informatie is nog niet zo eenvoudig. Want ja, je moet vrij diepgaand, voor complexe producten en impactvolle producten, zul je toch vrij diepgaand moeten graven in de achtergrond van de klant. Ja, die zet wel eens gewoon een schoenendoos op tafel met wat bonnetjes erin en wat papieren en zegt, nou, dit is het, kijk maar. Soms is het uitgebreider. Maar altijd zul je toch heel goed moeten kijken naar die informatie. En je kan niet onder alle omstandigheden vertrouwen op de informatie die je krijgt aangeleverd. Dat is in een recente uitspraak van dit jaar, is dat nog aan de orde geweest. Dat was een hoger beroep. Waar het volgende aan de hand was, er was een tandarts die met zijn echtgenote bij een financieel adviseur komt. Hij zegt, ik wil graag een appartement kopen voor mijn dochter die gaat studeren. En vervolgens wordt een financieel plan gemaakt waarbij zijn hele financiële situatie in kaart wordt gebracht. En ook de situatie zoals die zou zijn als hij eventueel komt te overlijden. Er wordt een wens uitgesproken dat zijn echtgenote dan toch met een minimaal inkomen per jaar zou moeten achterblijven. En of die adviseur dan wil zorgen dat er de nodige producten op tafel komen om dat in ieder geval te garanderen. In het kader van het opstellen van het financieel plan vraagt die adviseur informatie op en krijgt onder andere van de accountant van de tandarts jaarrekeningen met toelichting. En omdat er pensioentoezeggingen in de praktijk BV van deze man zitten, komt er ook een actuariële doorrekening van die pensioentoezegging, een pensioenbrief. En nou, uit die stukken blijkt dat mevrouw een inkomentje genereert uit die praktijk, waarvan de man tijdens het gesprek moet aangeven dat het eigenlijk een soort fictief inkomen is, omdat er geen daadwerkelijke werkzaamheden tegenover staan. En er blijkt ook dat er aan die mevrouw een nabestaande pensioen is toegezegd van 30.000 euro per jaar. Nou, met inachtneming van het nabestaande pensioen hoeft er niet zo gek veel meer bijgeregeld te worden. Dus deze adviseur die sluit een overlijdensrisicoverzekering waarvan het verzekerde bedrag is afgestemd op het feit dat die mevrouw dat nabestaande pensioen heeft. Op enig moment wordt die tandarts ernstig ziek en denkt, ik ga toch eens even navragen bij mijn adviseur of het nou allemaal goed geregeld is. En op dat moment komt hij erachter, zegt hij, tot zijn schrik dat dat zijn vrouw minder uitkering tegemoet kan zien dan ze van tevoren had verwacht. En
er blijkt ook dat dat nabestaande pensioen uit die praktijkvennootschap er helemaal niet gaat komen. Waarom niet? Er zit eigenlijk veel te weinig geld in die BV. Die BV leek op het oog een aardig eigen vermogen te hebben. Maar dat eigen vermogen dat bestond toch voornamelijk uit een rekening-courantvordering op de tandarts zelf. En als je ziet de toezegging die er gedaan was voor dat nabestaande pensioen. Ja, daarvoor was ongeveer 8 ton aan kapitaal nodig. Wat er bij lange na niet was. Er zat 9000 euro aan liquide middelen in die vennootschap. En die pensioentoezegging was ook niet door verzekeringen of anderszins afgedicht. Bij de rechtbank verweerde de adviseur zich met de stelling van ja, maar ik kon dat toch niet weten, want ik heb die stukken gekregen van de accountant. Er staat in dat mevrouw recht heeft op dat nabestaande pensioen. Dan mag ik toch gewoon afgaan op informatie die ik van mijn klant ontvang. Ja, zegt de rechter, inderdaad. Tenzij je op grond van uitlatingen van de klant aanleiding moet hebben dat die informatie die je op schrift hebt gekregen niet juist is. Maar in dit geval heb je daar van die tandarts niks over gehoord. In ieder geval niets wat aanleiding had gegeven om erover te twijfelen. Dus, beste adviseur, je had hierop mogen vertrouwen. Dus bij de rechtbank kwam die daarmee weg. In hoger beroep echter niet. En als je het mij vraagt, denk ik ook dat dat terecht is. Het Hof zegt ook als uitgangspunt, ja, je mag inderdaad vertrouwen op de informatie die je van je klant krijgt. Maar je hebt wel een zelfstandige onderzoeksplicht als je op grond van die informatie eigenlijk al vrij makkelijk kan zien dat er iets geks mee aan de hand is. Zoals hier bleek uit de jaarrekening en de toelichting daarop dat er voor die pensioentoezegging gewoon onvoldoende dekking was. Nou, dan zegt het Hof, kun je als adviseur twee dingen doen. Of je laat dat nabestaande pensioen helemaal buiten beschouwing bij je advisering. En je zorgt dat er toereikende dekking is, ook als er helemaal geen nabestaande pensioen zou zijn. Of je doet navraag bij je klant, je kijkt wat er aan de hand is en je past je advies daarop aan. Deze adviseur had geen van beide gedaan. Dus, zegt het Hof, ja, dan ben je gewoon aansprakelijk voor de schade die je daardoor hebt veroorzaakt. Dus dat is wel een wijze les. Ja, het uitgangspunt is, je mag vertrouwen op de juistheid van de informatie die je krijgt van je klanten. Maar is er aanleiding om te twijfelen over de juistheid van die informatie, dan zul je moeten navragen. En dan moet je dieper graven. Dankjewel, een mooi voorbeeld. Ook mooi omdat het een echt financieel planningsvoorbeeld is. En wat verder gaat dan de middelen in financiële producten. En daar heb ik ook een beetje een vraag over. De vraag is, je hebt eigenlijk verschil tussen misschien bemiddeling in financiële producten en echt een financiële planning wat je helemaal op uurbasis doet. Ja. Is die basis waarop je werkt ook van invloed op wat klanten kunnen potentieel bij je zouden kunnen claimen? Ja, zeker. Ik kom daar straks nog wel wat verder op terug. Maar eigenlijk alles wat we uit de rechtspraak weten over de zorgplicht van de financieel adviseur. Ja, daar is die financiële, daar is die zorgplicht nog heel erg gekoppeld aan het portefeuillerecht. En het portefeuillerecht heb je natuurlijk wanneer je hebt bemiddeld bij het tot stand komen van een financieel product. En als je zegt, ik hou me bezig met financiële planning in de meest zuivere vorm. Dus ik geef alleen een soort als huisarts een soort recept. Maar ik ben niet de apotheek die ook het geneesmiddel verkoopt. Maar ik zeg alleen in algemene zin iets over de financiële situatie van een klant en wat hij in dat kader zou kunnen doen. En als hij daar producten bij wil, gaat hij naar een ander die die producten voor hem sluit. Ja, dan heb je een hele andere zorgplicht. Want dan heb je ook niet de verplichtingen tijdens de looptijd van die producten. En je hebt dus ook niet de WFT-verplichtingen in het kader van het inwinnen van advies en risicobereidheid, et cetera, die je wel hebt als je specifiek adviseert over de aanschaf van één specifiek product. Ja, oké. Okay. Dankjewel. En hoe gaat, vervolgvraag hierop. Ja. Hoe ver gaat die onderzoeksplicht? Ja, afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Dat klinkt een beetje flauw, maar zo is het natuurlijk wel. Hoeveel onderzoek je zal moeten doen, hangt in de eerste plaats natuurlijk af van de complexiteit van het advies dat je moet geven en de complexiteit van het product dat het betreft. En de impact die zo'n product kan hebben in het leven van de klant die dat product moet afsluiten. En is het gewoon een WA-autopolis, ja, dan is het allemaal overzichtelijk en beperkt. Maar ga je inderdaad iemands pensioenvermogen ergens beleggen, ja, dan zul je toch heel goed moeten verdiepen in de vraag wat zo iemand voor overige middelen heeft, welke tegenvallers die zich kan permitteren, wat zijn risicobereidheid is, of die zich alle gevolgen van zijn keuzes goed overziet. En ben je dan daarin ook afhankelijk van wat een rechter uiteindelijk redelijk vindt en niet redelijk? Ja, dat is natuurlijk dat is het eigen aan het systeem van open normen. Er zijn geen hard en fast rules voor te geven.
Maar uiteindelijk, zoals ook de voorbeelden die ik net schetste, ja, daar voel je toch met gezond verstand ook wel aan van ja, daar gaat hier iets niet helemaal goed. En ja, dat is denk ik ook het belangrijkste waar ik ook het verhaal mee begon. Ja, dat het toch op neerkomt om dat gezond verstand te blijven gebruiken. Maar inderdaad, je bent afhankelijk van wat de rechter ervan vindt. Natuurlijk zijn er wel wat algemene hoofdregels gegeven. Ja, met name door de Hoge Raad, dus dat je je als redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur te gedragen hebt. En dat is nader ingekleurd voor waar het beleggingsadvies betreft of producten die te maken hebben met ontwikkeling op de financiële markten. En daarvan heeft de Hoge Raad gezegd, ja, dan moet je toch echt zorgen dat je een cliënt beschermt tegen zijn eigen lichtzinnigheid, zijn eigen gebrekkige kennis op dat terrein. En moet je je realiseren dat jij de specialist bent, dat hij vanwege je specialistische kennis juist naar jou toekomt en dat hij er ook vanwege jouw kennis op mag vertrouwen dat jij jouw zorgplicht jegens hem zult nakomen. Dus als een klant een financieel adviseur benadert, in plaats van dat hij zelf rechtstreeks bij een aanbieder zo'n financieel product gaat halen, hoeft hij zich ook veel minder zelf te verdiepen in de risico's van zo'n product. Want hij mag ervan uitgaan dat jij dat voor hem zult doen. En dan heb ik gelijk nog een aanvullende vraag. Ja. Wat doe je als in het verleden een belegging, als je in het verleden een belegging hebt geadviseerd en de klant wil na verloop van tijd niet meer aan tafel om dit periodiek met je te bekijken? Ja, lastig. Want de verplichtingen tijdens de looptijd, nou, daar kom ik zo meteen ook nog verder op terug. Maar zeker als je bemiddeld hebt ook bij het sluiten van een product, ja, dan zul je toch ook periodiek moeten toetsen of zo'n product nog aansluit bij de wensen en verwachtingen van de klant. Ja, als zo'n klant nou zelf zegt van ja, ik heb daar helemaal geen behoefte aan, ik wil dat niet. Ja, dan kun je hem natuurlijk ook niet dwingen. Maar dan is het wel zaak dat je dat heel goed, zorgvuldig, schriftelijk vastlegt. Zodat je later ook kunt aantonen dat je hem hebt gewezen op de risico's die hij daarmee loopt. Dus je zult niet alleen moeten zeggen van oké, u hebt ervoor gekozen, ik doe het niet meer. Maar ik adviseer om er dan ook bij te vermelden. Weet wel dat dit betekent dat het product mogelijk niet meer past bij uw wensen en doelstellingen. En als dat zo is, dat u dan niet bij mij moet komen aankloppen. Helder, ja. Dus een dossier opbouwen eigenlijk. Dossier opbouwen, ja, dat is het. Een ander interessant punt is, je wordt dus verplicht om zo'n klant te wijzen op de risico's van financiële producten. En soms heb je wel eens klanten, ja, die lijken toch elk risico wel te willen nemen. Ik heb ooit, toen ik mijn eerste schreden in de financiële dienstverlening zette, toen liep ik stage bij de juridische afdeling van een bank en gingen we naar toen nog het klachteninstituut voor het bankwezen. En daar ging het om een man die een gouden handdruk had gekregen en met ferme tred het bankkantoor kwam binnenstappen en zei, ik wil graag gaan daytraden, want ik heb een prachtige fax-tiplijn die mij elke dag de beurstip van de dag doorstuurt. En dat gaat helemaal een succes worden. Ik wil gaan daytraden. Ervaring met beleggen had die man niet. Maar die leek er helemaal van overtuigd. En de bank had in dat geval ook gezegd, nou prima, krijg je van ons een telefonische orderlijn. En leef je uit. Nou, dat werd natuurlijk geen succes. Ja, de vraag is, wat moet je doen in dat soort gevallen? Hè? Of inderdaad, zoals in ons voorbeeld van daarnet, zo'n vrouw van 50, eigenlijk geen inkomen, geen verdere middelen die zo'n belegging nodig heeft om te voorzien in haar inkomen en haar pensioen. Als die nou zegt, ja, maar ik wil toch per se zo'n hele risicovolle oplossing. Wat moet je dan doen? Nou, dan moet je dus in de eerste plaats, zoals de Hoge Raad dat ook bepaald heeft, indringend waarschuwen. Dus niet alleen maar zeggen van, let op, dit is een risicovolle belegging, maar beste mevrouw, weet u het zeker, want het kan betekenen dat u een gedeelte of geheel uw geld kwijtraakt en dat u dan geen middelen meer over heeft om van rond te komen. Nou, als die klant in die situatie nog steeds zegt, ja, maar ik wil het toch, ja, dan heb je eigenlijk nog steeds twee keuzes. Misschien dat je bij de rechter zou kunnen zeggen, als je toch uiteindelijk voor die mevrouw dan dat product regelt, en van ja, ik heb er voldoende gewaarschuwd, ze wist wat ze deed, dan moet ze zelf op de blaren zitten. Maar het is natuurlijk ook wel een morele vraag of een ethische vraag, een vraag naar beroepseer. Of je dan in zo'n situatie niet zou moeten zeggen van, nou mevrouw, ik ga dat product gewoon niet voor u regelen. Misschien dat u een collega kan vinden die dat wel wil, maar ik ga dat niet voor u doen, want ik vind dat niet verstandig. Dat is een keuze die je moet maken. Maar als je de keuze maakt om het toch te regelen, terwijl je denkt dat het niet verstandig is voor de klant, moet je dus in ieder geval zorgen dat je dat heel goed hebt vastgelegd. En dat je heel goed kan laten zien dat je inderdaad die indringende waarschuwingen verstrekt hebt. Dan komen we op het punt waar net al even een vraag over werd gesteld. Ja, hoe zit het eigenlijk met je verplichtingen tijdens de looptijd van een financieel product? Nou, daarvoor gaan we er dan wel vanuit, zoals ik ook al zei,
dat je dus hebt geadviseerd en bemiddeld bij het sluiten van dat product. Als je alleen het algemeen financieel advies hebt gegeven en verder niet betrokken bent geweest bij de totstandkoming van zo'n financieel product, heb je daar verder natuurlijk ook tijdens de looptijd geen bemoeienis meer mee. Maar zul je eventueel wel in je financieel plan hebben afgesproken dat je dat periodiek gaat herijken. En dat je weer eens met elkaar rond de tafel gaat. Maar dat zijn gewoon contractuele afspraken die je dan hebt gemaakt. Maar als er een product tot stand is gekomen en je bent betrokken geweest bij de totstandkoming van dat product, ja, dan heb je te waken voor de belangen van je klant. Dat betekent dat je moet blijven toetsen periodiek of dat product nog steeds aansluit bij de wensen en verwachtingen van de klant. Of het nog doet wat het moet doen en waarvoor het ooit bedoeld is. Als het gaat om verzekeringen, moet je er natuurlijk voor zorgen dat de verzekerde bedragen blijven kloppen. Dat er geen beroep kan worden gedaan op onderverzekeringen en dergelijke. Gaat het om een hypotheek, dan zul je je klant moeten informeren wanneer de rentevastperiode verstrijkt. Dat soort dingen. Dat ligt allemaal nog wel voor de hand. Verder hangt het ook af van de contractuele afspraken die je hebt gemaakt. Heb je bijvoorbeeld een soort nazorgabonnement waar je bepaalde dingen in belooft? Ja, dan moet je dat natuurlijk wel nakomen wat je hebt afgesproken. En ook hiervoor geldt, ja, natuurlijk wel heel verstandig om dat soort afspraken ook schriftelijk vast te leggen. Omdat de klant dan vooraf weet wat hij kan verwachten, dat daar geen misverstand over kan bestaan, dat hij weet wat je voor hem doet, maar dat hij vooral ook weet wat je niet voor hem doet. En het is iets wat je ook juist commercieel krachtig kan inzetten. Want je kan juist heel inzichtelijk maken voor je klant wat je allemaal voor hem doet. Want ik werk heel veel met financiële adviseurs en ik weet dat heel veel ontzettend hard en met heel veel passie voor hun klant werken. Maar voor een groot gedeelte achter de schermen. En heel veel van wat ze doen, dat ziet hun klant niet eens. Ja, dus ook in dat kader is het helemaal geen gek idee om dat zeer inzichtelijk te maken en dat op tafel te leggen schriftelijk bij een klant. Vanuit de WFT zijn er ook bepaalde verplichtingen tijdens de looptijd van een financieel product. Met name informatieverplichtingen. Want zoals we net zagen, heb je bij het geven van een advies een verplichting om informatie te verschaffen over doel en werking van zo'n product, kosten van een product, wetgeving die erop van toepassing is, etc. Op zo'n manier dat die klant een weloverwogen keuze kan maken om zo'n product aan te schaffen. Nou, als er nou iets verandert in die informatie, dus bijvoorbeeld de productvoorwaarden veranderen of de fiscale behandeling van dat product verandert of er gebeurt iets anders wat van invloed zou zijn geweest op de aanvankelijke keuze om dat product te sluiten, ja, dan moet je de klant daarover informeren. Dat is op zich niet zo heel spannend, want de wet zegt uitdrukkelijk informeren. Dat is natuurlijk iets heel anders dan adviseren. Dus je hoeft niet voor iedere klant specifiek toe te lichten wat die wijziging betekent voor die specifieke situatie voor die klant. Die klant die mag dat natuurlijk aan je vragen, dan kun je hem dat advies geven, maar dan is dat gewoon een nieuw adviestraject waar je ook weer opnieuw een rekening voor kunt sturen. De uitvoering van de oorspronkelijke overeenkomst en het oorspronkelijke advies hoort bij dat je de klant dus informeert. Maar dat mag dus ook gewoon in een algemene nieuwsbrief of een e-mail nieuwsbrief waar je zegt, beste klanten, let op, er is dit jaar dit en dit en dit veranderd. Wil u weten hoe dat zit? Bel mij op, dan kunnen we het er verder over hebben. Een vraag die ik vaak krijg in de praktijk is, ja, als ik nou aan zo'n zorgplicht vastzit en ik weet niet precies hoe groot die zorgplicht is, omdat ik dan maar moet afwachten wat een rechter allemaal wel of niet van mij verlangt in een bepaalde situatie, kan ik er dan niet zelf actief voor zorgen dat ik die zorgplicht wat inperk? Ja, natuurlijk kan dat. Het kan niet op het gebied van alle bepalingen die staan in de WFT en BGFO. Want dat is publiek recht, toezichtwetgeving. En het staat je als contractpartijen niet vrij om daarvan af te wijken. Dus je kunt bepaalde delen van de WFT niet wegcontracteren. Voor het civiele recht gebeurt dat natuurlijk wel en kan dat wel, want dan heb je gewoon contractsvrijheid. Dus je kan met elkaar afspreken wat je wel doet en wat je niet doet. Je kan ook afspreken, bijvoorbeeld, ik adviseer alleen bij de totstandkoming van dit product, maar daarna ben ik er niet meer. Daar moet je natuurlijk wel voor opletten dat je zit met het portefeuillerecht. Bij het portefeuillerecht hoort ook dat je zolang een post tot jouw portefeuille behoort, alle verplichtingen moet nakomen die de WFT aan je stelt. Dus ook die informatieplicht tijdens de looptijd. En dat kan je dan niet wegcontracteren. Dus als je dat wel wil, ja, dan zul je moeten zorgen dat je op het moment dat het product tot stand is gekomen, dat die klant eigenlijk met dat product naar de portefeuille van een ander overstapt. En dat is natuurlijk nog niet zo eenvoudig.
Dus beter is het om af te spreken, vaste afspraken te maken over wat je dan tijdens die looptijd doet. Je hebt dus je wettelijke verplichtingen, je kan bovenwettelijke verplichtingen daarvoor opnemen. Als je dan afvraagt, hoe zit het met de betaling voor die diensten die ik lever? Die wettelijke nazorg wordt eigenlijk geacht verdisconteerd te zitten in de prijs die je hebt gerekend voor het advies en bemiddeling. Er is een tijdje geleden een zaak geweest bij het Kievit, die heeft toen veel beroering opgeleverd. Daar was het verhaal als volgt, dat er een adviseur was die had bemiddeld bij de totstandkoming van de hypotheek. En had gezegd, mijn nazorg, dat verpak ik in een nazorgabonnement, kost 20 euro per maand. De klant had gezegd, dat is goed, dat doe ik. En die had na een paar maanden ineens gezegd, ja, ik wil eigenlijk dat nazorgabonnement niet meer, ik zeg dat op. Ja, dat kan, hè. Het is gewoon contractenrecht. Ik kan ook zeggen, ik zeg mijn contract op. Maar zei de adviseur, ja, dan doe ik dus verder ook niks meer voor je tijdens de looptijd van de hypotheek. Maar die klant zei, nee, je moet toch nog wel voor mij die wettelijke nazorg blijven verrichten. En het Kievit die zegt, ja, daar hoort inderdaad onder die informatieverplichtingen uit de WFT. Die kan je sowieso niet wegcontracteren. Maar daar hoort ook bij wat verplichtingen die je hebt als goed opdrachtnemer, waarvan wij vinden dat die vallen onder de aanvankelijke opdracht die je had van het tot stand brengen van de hypotheek. Dus daar valt ook onder het informeren over het aflopen van de rentevastperiode en een paar andere zaken. En die kan je dus niet wegcontracteren of uitsluiten, althans dat vond het Kievit. Nou is dat een uitspraak waar nog wel het een en ander op valt aan te merken. Als u op onze website kijkt, dan ziet u dat mijn collega Koen Vlederis daar een uitgebreid artikel aan gewijd heeft aan die uitspraak. Dus dat is wel interessant om te lezen. Maar daar zie je dat je er in ieder geval goed aan doet als je dit soort nazorgabonnementen hanteert. Dat je daar misschien ook contractueel de bepaling in opneemt. Dat als de klant besluit om dat abonnement te beëindigen, dat hij dan ook verplicht is om met zijn product over te stappen naar een andere tussenpersoon. En verder om te zorgen dat je je risico's beperkt. In de eerste plaats, u doet natuurlijk altijd uw werk goed. Maar desondanks kan er altijd een keer wat misgaan. Ja, zorg dan dat je dossier op orde is. En dat je alles hebt vastgelegd wat je wil vastleggen. En dat kan nog wel eens een last zijn. Maar in de gevallen waarin het nodig is het toch wel ontzettend plezierig als je kunt aantonen dat je inderdaad netjes op tijd hebt gewaarschuwd. Dat je dossier echt helemaal compleet is. Dat je je goed hebt verdiept in de achtergronden van de klant. Dus vastlegging is dan echt de sleutel. Eén laatste ding wat ik nog wil opmerken bij de vraag of je je zorgplicht kunt inperken. Het zal natuurlijk ook afhangen, en dat kwam dat ook al naar voren bij de vraag die gesteld werd, van de manier waarop je beloond wordt. Als je rechtstreeks beloond wordt door je klant, ja, dan kan je natuurlijk makkelijk specifiek afspreken waar die klant voor betaalt en wat hij in ruil voor die betaling dan aan dienstverlening krijgt. Maar gaat het om een product waar doorlopende provisie op vergoed wordt, ja, dan word je natuurlijk sneller wordt er van je gevergd dat je doorlopend dienstverlening levert tegenover die doorlopende beloning die je krijgt. Dan kun je veel minder snel zeggen dat je dienstverlening wil verminderen of wil stopzetten. Ja, en dan hebben we het over de situatie dat het toch misgaat. Ja, dat kan natuurlijk altijd. Hè? Troostrijke gedachte daarbij vind ik. Ik zag ooit een conclusie van een advocaat-generaal, adviseur van de Hoge Raad, die in een beroepsaansprakelijkheidszaak zei, vergissen is menselijk. En wie van ons in zijn werkzame leven nog nooit een ernstige beroepsfout gemaakt heeft, heeft zijn leven lang te weinig werk verzet of is te jong gestorven. Troostende gedachte, vind ik. Zo is het nou eenmaal. Ik heb dat in mijn vak ook. Ik doe ook mijn best, maar het kan best zijn dat ik morgen eens een keer iets niet helemaal doe op de manier waarop ik het had moeten doen. Ja, dan is de vraag, wat gebeurt er dan? Nou, ik procedeer veel en heb veel geprocedeerd in beroepsaansprakelijkheidszaken van financieel adviseurs. En het verweer is dan altijd makkelijk op te tuigen. Je zegt in de eerste plaats, ik was het niet. Als ik het was, dan heb ik het goed gedaan. Mocht ik het toch verkeerd gedaan hebben, dan is er sprake van eigen schuld. Als er geen sprake van eigen schuld is, dan heb je geen schade. Trouwens, het is ook nog verjaard en je hebt te laat geklaagd. Maar dat zijn denk ik wel allemaal de aspecten die van belang zijn. De eerste interessante vraag is inderdaad, ja, wat is nou de schade als je een verkeerd advies hebt gegeven? Een zaak die daarover bij de Hoge Raad kwam, die heeft geleid tot een standaardarrest op dat punt, ging over een aannemer, of een projectontwikkelaar die een
advies had gekregen bij de aanschaf van een pand. Van een accountant had hij een fiscaal advies gekregen dat hij een bepaalde aftrekpost zou hebben. Hij bleek later geen recht te hebben op die aftrekpost en zei, nou, dan is mijn schade die gemiste belastingaftrek. Nee, zei de Hoge Raad, dat is helemaal niet zo. Wat we gaan doen, we gaan kijken naar de financiële situatie waarin je je nu bevindt en de financiële situatie waarin je je zou hebben bevonden als die fout niet gemaakt was, dus als je juist geadviseerd was. Wat had je dan gedaan? Als je dan nog steeds dat pand gekocht had, ja, dan heb je dus geen schade, want die belastingaftrek, daar had je nooit recht op gehad. He, dat is alleen maar een teleurgestelde verwachting. Je had gedacht iets te krijgen, maar je had er eigenlijk nooit recht op. Nou, dat is bij financieel advies precies zo. Als de klant klaagt over het feit dat het resultaat van zijn beleggingspolis tegenvalt, ja, dan is ook de vraag, stel dat ik hem nou wel wat indringender gewezen had op de risico's van die polis, wat had hij dan gedaan? Had hij dan nog steeds datzelfde product gekocht of had hij het anders gedaan? In het voorbeeld wat ik net schetste van die mevrouw die voor haar pensioen dat nodig had, ja, daarvoor ligt voor de hand dat als je haar wat uitdrukkelijker en indringender had gewezen op de risico's van het beleggen zonder garantie, dat ze dan toch gekozen had voor een product met garantie. Nou, dan ga je kijken in welke financiële situatie ze dan was komen te verkeren. En dat zet je af tegen de situatie waarin ze nu verkeert. En het verschil daartussen is de schade. Natuurlijk moet je ook altijd kijken bij beroepsaansprakelijkheid of er sprake is van eigen schuld aan de kant van de klant. Want heel vaak gaat het natuurlijk ook om informatie die een klant ook had kunnen weten en kunnen lezen in de productinformatie die hij heeft gekregen, in de brochures, in de offerten, in de contracten zelf. Ja, en dat speelt natuurlijk een rol. Dat wordt ook door de rechter niet zomaar weggepoetst. Natuurlijk heb je als zelfstandige professional de belangrijkste verplichting om te zorgen dat je het allemaal goed en netjes doet. Maar die klant heeft ook heus wel een eigen verplichting. En dan is het uiteindelijk aan de klant om te wegen hoe zwaar dat weegt en in hoeverre dat moet leiden tot een vermindering van de schade. Of er op tijd geklaagd is, dat is ook wel een interessante. De wet stelt voor civiele aansprakelijkheid, dus onrechtmatige daad, wanprestatie, dat je op tijd moet klagen wanneer je erachter komt dat de prestatie die je hebt gekregen niet beantwoordt aan wat je daarvan mocht verwachten. Ja, wat bekwame tijd is, dat is moeilijk aan te geven. En dat hangt ook af van de aard van de dienstverlening of de aard van het product wat je hebt gekocht. Heb je een bankstel gekocht, dan kun je meteen binnen 2 weken zien of dat bankstel deugt of niet. En als dat niet zo is, dan moet je meteen klagen. En als je dat 1 jaar later doet, ben je te laat. Bij financieel advies ligt dat anders. Want de klant die komt nou juist naar jou toe als financieel adviseur, omdat hij zelf een kennisachterstand heeft. Hij komt jouw specifieke kennis halen. Maar hij kan dus ook niet goed inschatten of dat advies goed is of niet goed. En ook als het gaat om een product waarvan de waarde afhankelijk is van de beweging van financiële markten. Ja, ook als die waarde schommelt of tegenvalt, ja, dan hoeft hij nog niet meteen te weten dat dat komt omdat überhaupt het advies niet deugde. Dus het kan soms best zijn dat je wordt aangesproken pas jaren nadat je een advies hebt gegeven. En dat je dan toch niet tegen die klant kan zeggen van ja, maar dan had je eerder bij mij moeten klagen. Is die klant er eenmaal van op de hoogte dat er mogelijk een fout gemaakt is, ja, dan zal die op tijd en binnen bepaalde tijd en snel moeten reageren en bij u aan de bel moeten trekken. Maar zoals gezegd, ja, dat kan best wel eens jaren na het geven van dat advies zijn. Wat verder een rol speelt bij de vraag of je aansprakelijk kan worden gehouden en zo ja, voor welk bedrag dan, is natuurlijk ook van belang, heb je je eigen aansprakelijkheid beperkt? In de branche van financieel adviseurs is het nog steeds niet heel erg gebruikelijk om te werken, zoals ik al zei, met schriftelijke opdrachtbevestigingen en ook niet met algemene voorwaarden. Maar algemene voorwaarden zijn natuurlijk bij uitstek het middel om je aansprakelijkheidsrisico's te beperken. Maar dan is er wel voor nodig dat je die algemene voorwaarden van toepassing verklaart op de overeenkomst en dat je ze ook daadwerkelijk ter hand stelt. Maar dat is zeer verstandig om te doen, zeker als je adviseert over zaken die het bedrag van je beroepsaansprakelijkheidsverzekering te boven gaan. Maar ook als je wel verzekerd bent en het valt binnen de verzekerde bedragen, dan heb je toch liever dat die claim beperkt is en dat die er niet komt. Dus werk met algemene voorwaarden en doe dat op een goede manier. Dat kan nooit kwaad. Nog even wat tips en tricks. Ja, daar hebben we het eigenlijk allemaal over gehad, hè. Zorg dat je goed vaststelt van tevoren, wat verwacht die klant nou eigenlijk van me? Wat moet ik voor hem doen? Welke pijn moet ik voor hem oplossen? Zorg dat het voor de klant ook duidelijk is wat je voor hem gaat doen, dat daar allemaal geen misverstanden over kunnen bestaan. Zorg dat je advies reproduceerbaar is. Let daarbij wel op. Een collega bij mij op kantoor doet veel compliance audits. Komt daar soms 20 pagina's adviesrapport tegen,
Prachtig, allemaal financiële informatie, cijfertjes, staafdiagrammetjes, alles wat je ervan kan verlangen. Maar het enige wat er niet in staat is, en daarom adviseer ik u om dit product te sluiten. De overwegingen die hebben geleid tot het maken van de keuze voor één bepaald product, die moeten daar natuurlijk ook in terug te vinden zijn. En zorg dus ook dat in dat dossier ook daadwerkelijk de waarschuwingen zitten die je eventueel hebt gegeven aan de klant. Ja, en maak in het algemeen ook gewoon goede afspraken met de klant over de omvang van je dienstverlening. Een laatste onderwerpje wat ik voor vandaag nog wilde aansnijden, is nog wat ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de zorgplicht. Met name wanneer je niet alleen bezig bent op het terrein van financiële producten, maar op het gebied van verzekeringen. We zijn alweer verblijd met een nieuwe Europese richtlijn, dit keer op het gebied van verzekeringsdistributie. Dat is de opvolger van de richtlijn verzekeringsbemiddeling. Die richtlijn heeft geen rechtstreekse werking, dus die wordt hier in onze wetgeving verwerkt. En die zal wat wijzigingen gaan aanbrengen in de WFT. Die richtlijn die gaat gelden voor iedereen die zich bezighoudt met het distribueren van verzekeringen. Dus ook voor direct writers, ook voor vergelijkingswebsites, ook voor nevenverzekeringstussenpersonen, zoals de richtlijn het zo mooi noemt. Maar denk aan autohandelaren, fietshandelaren, reisbureaus die ook wel eens verzekeringen verkopen als nevendienst. En die richtlijn die stelt nog wat eisen ook aan de dossiervorming, maar ook aan informatie die u van tevoren aan de klant moet verstrekken. Er moet bijvoorbeeld een standaard productinformatieblad komen, wat door de aanbieder moet worden aangeleverd. En daar gaat een standaard model voor ontwikkeld worden. Je moet zelf wat informatie verstrekken, ook over eventuele belangen die een verzekeraar bij u heeft. Aandelen, belangen en anderszins dus over je onafhankelijkheid. Nou, dat is op zich allemaal niet zoveel nieuws, want dat kennen we hier eigenlijk allemaal wel. Wat er wel nieuw is, is dat er ook een generieke zorgplichtnorm wordt geïntroduceerd. Daar hadden we in de WFT al een generieke zorgplichtnorm. Maar daarvan is destijds bepaald dat die alleen in de wet is gekomen om te dienen als vangnet. Voor als er iets gebeurt waarvan echt iedereen zegt dat dat een evidente misstand is, maar waarvoor net even niet een concreet artikel in de WFT staat om handhavend op te treden als toezichthouder. Daarvoor is die generieke zorgplichtnorm bedoeld. Dus om echt alleen in evidente misstanden op te treden. Nu komt er een altijd geldende algemene zorgplichtnorm. Ook weer een hele open norm dat je je moet inzetten op een loyale wijze voor de belangen van de klant. Nou ja, ga er maar aan staan om te bepalen wat dat dan is. Maar goed, dat zit er dus aan te komen. En wat ook nieuw is, is dat je als adviseur zult moeten nadenken over het productaanbod op je schap. We hebben al verplichtingen in het kader van het productontwikkelingsproces die er gelden voor de aanbieder. Maar zo'n soort proces gaat er nu ook in het klein gelden voor de adviseur. Dus je zult moeten nadenken, welke producten bied ik aan? Voor welke doelgroep zijn die producten geschikt? En je zult ook periodiek dan dat aanbod eens moeten herijken. Klopt het nog wat ik hier in het schap heb liggen? Gelet op de doelgroep die ik bedien en wat die doelgroep nodig heeft. En dat beleid dat moet ook inzichtelijk zijn voor alle medewerkers op kantoor. Dus dat is ook wel echt een nieuwe verandering. Dus dat zit er aan te komen. De WFT wordt daar al voor een gedeelte op aangepast. En dat zal begin volgend jaar in werking treden. Maar dan weet u daar in ieder geval alvast wat meer van. Dat is denk ik alles wat ik voor vanavond te zeggen heb. Ik weet niet of er verder nog vragen binnengekomen zijn. Nee, er zijn geen vragen meer binnengekomen. Okay. Dus ik denk dat we dan langzaam kunnen afronden. Wat een superleuk verhaal en wat een goede voorbeelden voor financieel planners ook. Ik denk heel goed om het onderwerp een keer besproken te hebben. Dus dank je wel daarvoor. Graag gedaan. En op de laatste dia zien we nog een aanbieding. Ben jij bekend met deze aanbieding? Nou, ik zag hem net ook. Het gaat over het NIDE SVV, waar jij hier als expert op uitnodiging bent. Hier is een korting van 10% op de opleiding FFP, financiële planning. En u vindt een kortingscode, FFP10. Die kunt u gebruiken om te profiteren van die korting. Deze slide die blijft straks nog even staan als wij uit de lucht zijn. Ik heb voor nu geen vragen meer die binnen zijn gekomen. Dus ik wil jou in ieder geval hartelijk bedanken voor jouw verhaal. Graag gedaan. Deze uitzending die wordt weer beschikbaar gemaakt op Mijn FFP en op het YouTube-kanaal. Mijn FFP kunt u ook in de gaten houden voor volgende uitzendingen van deze webinars. En hou daarvoor eventueel ook het ledennieuws in de gaten. Ik wil u hartelijk danken voor uw aandacht en hopelijk tot de volgende keer.